Dirk Kasteleins was verrast toen hij vorige week te horen kreeg dat hij de 225.000ste inwoner van Eindhoven is geworden. Mijn familie heeft hier altijd gewoond en ik kom oorspronkelijk ook hier uit de buurt. En nu was het eigenlijk zo dat mijn baan de mogelijkheid gaf om weer terug te verhuizen. Dus vanaf dat moment zijn we gaan kijken naar huis in Eindhoven en hebben we redelijk snel kunnen vinden. En nu ben je gelijk de 225.000ste inwoner. Wat doet dat met je? Ja, dat is hartstikke leuk. Ik had het helemaal niet verwacht. Ik vond het hartstikke leuk dat de gemeente mij daarover belde. En ik ben erg benieuwd wat ze vanavond voor me in petto hebben. Ja, heb je al iets voorbereid van een speech die je gaat houden daar? Eerlijk gezegd nog niet. Ik laat het gewoon allemaal om me afkomen en ik zie vanavond wel wat er gaat gebeuren. En misschien moet je toch even een beetje oefenen van lieve stadsgenoten. Ja, dat is misschien wel een goed idee. Kunnen we zo wel eens even gaan voorbereiden. Maar het gaat wel goed komen vanavond, denk ik. Dinsdagavond wordt hij tijdens de raadsvergadering gehuldigd door burgemeester Rob van Gijzel.